Wij heten u allen van harte welkom op onze vijfde zitting, de vijfde bakzitting van de Bak van Boedong. Wij hopen daarom ook dat carnaval en 1985 voor u een gezond en een goed jaar mogen zijn. Dat de carnaval weer zal zijn, een verbroederingsfeest waar wij zoveel en zo dikwijls aan terugdenken. En wij als bak denken dikwijls terug aan onze oud-medewerkers, onze oud-prinsen, onze mensen die in tientallen of met honderdtallen al die jaren achter de schermen enorm veel werk hebben verzet. Zij hebben gezorgd dat het heden nu is wat wij vanavond u gaan bieden. Daarom zijn wij blij dat deze fundamenten zodanig gesmeed zijn dat de goede tijd van onze mooie carnaval in Boemeldonk als introductie van het nieuwe jaar kan geschieden met dergelijke bakzittingen. Ik verheug mij daarom ook dat ik aan u en zeker aan oud-medewerkers hier iets mag citeren van onze aller Anatole France. En deze wijze man die zei: laten wij van het verleden niet al te veel verloren gaan, omdat men veelal met dit verleden de toekomst op kan bouwen. En die toekomst die ziet u vanavond. Een toekomst waar wij als ouderen van de bak met arendshogen naartoe hebben gekeken. Mensen die zich beschikbaar hebben gesteld in het amateuristische vlak om u te vermaken en ook die alle andere mensen. Zij durven dat dankzij uw medewerking, uw applaus, uw gulle lach, uw humor en vooral uw lijsterrijk. Want we hebben het al bekeken in de zaal, het is weer voortreffelijk publiek, net als al die andere avonden. De poppetjes van de ogen die glinsteren naar het mooie embleem wat u zo dadelijk ziet, moeten nou kijken. En als je nou echt kijkt, ziet u niet de bak van Boemeldonk. Entree! Ja, zo dadelijk met z'n allen. Boemeldonk, je bent de rechte en het ware. Daar komt hij weer. Pauw. Boom, boom, boom. Je bent de Zo, dames en heren, dit was onze prinselijke hofkapel onder leiding van onze allerkapelmeester Janus Watzils. Dank u wel, heren. En daar staat hij dan, onze prins van Boemeldonk. En prins, wat wordt het weer een avond? Want zelf zijn voor u gekomen
vele oud-prinsen. En ik wil het toch nemen. Ik heb het in mijn openingswoord gezegd. De fundamenten zijn gesmeed en gebouwd. Met een geweldige, hoogwaardige soort beton. Waar die bak van Boemerdonk is gebouwd. En daar zit die Prins Renier. En zo, Prins, speciaal is toch gekomen. Een man die bij mij toch wel eventjes de emoties opwekt. Want ik heb er jaren mee gewerkt. Maar met alle mensen die hier zitten, hebben wij jaren gewerkt. Vele clubs, vele jeugdclubs, vele mensen die ons financieel steunden. Mensen die in de weer zijn voor de bak. Zeker in de weer zijn om u dit jaar een carnaval te presenteren. Waar gij straks tegen zal zeggen, is Boemeldonks volk zo groots. En die grootsheid heeft mede zeker gemaakt. Eén man moet ik en wil ik noemen. Want het is een vriend en een groot figuur in de bak geweest. En dat is onze aller niet minder als Kees en Toosje Nagerke. En ik hoop, Kees en Toos, dat het voor jou een voortreffelijke avond gaat worden. Want de zegen hebben mee. Pastor de Graaf zit. Onze pastor zit ernaast. Hij rijdt ook mee. De pastors ook deze keer. Dus een applausje voor deze geweldige mensen die toch altijd weer bij die bak zijn. En dan zeker vele mensen die weer aanwezig, Prins, gaan voor u en ons zorgen dat Boemeldonks talent vanavond groots wordt, want het applaus zal denderen. En om deze enige echte ware Prins van Boemeldonk in zijn hoge waarde te laten stijgen, heeft onze kapelmeester ook voor hem, de grootvorst van Boemeldonk, een suite geschreven. Dat zijn onvergetelijke melodieën. Als u die gehoord hebt, dan zegt u, hoe kan zo'n prins allemaal opbrengen die emoties? De prinsensuite voor onze prins Jan de 19e. Daar gaan we lekker in hakken, ja? En dat was uw suite. En wij hopen, Prins, dat deze suite zal bijdragen tot grote spraak, tot Boemeldonks vermaak. En dat gij met carnaval aan deze suite de steun zal vinden om Boemeldonks volk en zijn carnaval te leiden. Hartelijk dank. Dan, dames en heren, tradities zijn bij de bak van Boemeldonk hoog. Maar één traditie is verloren gegaan en dat is het ruisen der golven. Wij als bakbestuur konden niet meer tegen het ruisen der golven op. Zij werden zo hoog dat de bak er bang van werd. Maar vanavond hoort u daar meer van. Vandaar dat wij deze geweldige traditie hebben laten varen. En wij voor u een geweldige zanger hebben. Het is niet alleen een zanger. Het is een man die conditie heeft. Een man die voor de centen zorgt. Een man die dag en nacht in de weer is. Voor u en voor ons. Maar voor het welzijn van de financiën van de bak van Boemeldonk. En dat is niet minder als de zanger voor het carnavalslied 1985, Jan Vermunt. Nou kijken, moeten kijken, wat een dup is Boemeldonk. Van strijpen tot de kroeten, van de bril tot Gageldonk. Moeten nou kijken, moeten kijken, wat de mensen overal. Ze kweken en ze hossen, want het is weer carnaval.
Wat zoeken geven mensen nou aan de Côte d'Azur? Want Bommeldonk is schooner en zeker niet zo duur. En reisde rond de wereld, je ziet ze nergens staan. Het Bommeltreintje bij de pompel staan. En onze jachten nou kijken, wat te kijken. Wat een dorp is Bommeldonk. Van Strijpen tot de Grote, van de Bril tot Gareldon. Moeten nou kijken, moeten kijken, wat de mensen overal. Ze kwekken en ze hossen, want er is weer carnaval. Al spreekt hij heel veel talen, al praat enkel niks. Veel geld of een klein bietje, dan lukt toch allemaal niks. Voor echte Bommeldonkers is iedereen gelijk. Al komt hij van beneden of van boven de boerderij. Wat er nou kijken, wat te kijken. Wat een dorp is Bommeldonk. Van Strijpen tot de Grote. Van de Bril tot Gareldonk. Moeten nou kijken, moeten kijken. Wat de mensen overal. Ze kwekken, ze hossen. Want er is weer carnaval. Jan, hartelijk dank, jongen. En wat ben je ook een verstandige mens, hè. Want je hebt het kartje niet meer nodig. Maar ja, daar is ook speciaal die mensen voor gekomen. Hè? Dank wel, Jan. Zo, dames en heren, Bommeldonkers en zijn gasten, die buiten Prinsenbeek toch aan de kaart zijn gekomen, proficiat, of schoon het toch waterdicht was, dan wil ik namens u, de prins, verzoeken, u hartelijk te danken, namens Bommeldonks volk van deze avond een prachtige, mooie bakzitting aan te bieden. Wij hopen dat u weer zult genieten, want uw lach- en pretoogjes maakt vele mensen goed, want zij vinden in u het gezonde medicijn en dat is lachen. Dank u wel. Hofdames, Raad van Elf gevolg, mogen wij u verzoeken naar de zetels te begeven en dan starten wij met het programma. Hartelijk applaus voor de bak van Bommeldonk. En dat was gisteravond ook, u mag het nog één keer zien, maar dan wel van achter. Dank u wel. En dames en heren, gaarne kondigen wij aan deze avond. Wij hopen dat het medicijn dat gezonde voor u vanavond zal bijdragen tot een gezellige en ontspannende avond. Zit u lekker weg, want er komt heel veel. Mag ik u daarom voor de pauze aanbieden onze presentator Carlos Stalens en na de pauze Rini Arnouts. Dan heb u alle vier de bestuursleden gezien. De voorzitter staat hier, de mist hier nog één. Onze allergewaardeerde secretaris Joop Lotstra. Hij zegt, ik zit liever achter in de zaal tegen de regie en tegen de voorzitter, dat iedere mens goed op zijn plekje terechtkomt. Dat hebben we te warm of te koud. U zegt het maar, het geluid is te hard. Joop regelt dat en verzorgt dat op een geweldige manier. Voor onze secretaris, bescheiden in het donker, zeg ik Joop een groot applaus van deze mensen. Zo, dames en heren, daar komt hij dan, als alles klopt, Carlos Stalens. Carlos, van harte proficiat en een goede presentatie. Dank u wel, voorzitter. En u heeft het al gezien, de voorzitter had een nieuw pak aan, een smoking. Nou, nieuw, hij heeft hem al een keer gebruikt, want hij is ooit prins geweest. En u ziet, dat komt van pas. En dan is het zo dat wij als in het verleden er iets gepresenteerd moest worden, dan deden we dat in Kiel. En ook daar hebben we wat anders op gevonden. En ik mocht ook zoiets aan. En ik vond het wel fijn, want Theo heeft daar zelf voor gezorgd. Hij heeft de bestelling gedaan bij Weekamp. Het is 3 maten te klein. Het overhemd 2 maten te klein. Ik plof er bijna uit. Dus als ik niet te verstaan ben, dan ligt het daaraan. Dames en heren, toen u hier binnenkwam, als echte Bommeldonker, dan heeft u ongetwijfeld gekeken in de zaal. Is er iets veranderd? En u heeft het daarnet al gezien. De leuze hangt op.
We hebben een nieuwe versiering aangeschaft van de bak van Boemeldonk. En dat vind ik toch zeker voor die commissie die dat allemaal verzorgd heeft een applausje waard. Namens die commissie hartelijk dank. En ik zie verschillen, daar hebben we het niet gezien, want die kijken allemaal nog de lucht in. Of het is voor de tweede keer om daar nog eens van te genieten. Nou, dat mag dan. Dan heb ik, voor wij kunnen aanvangen, ook een telegram gekregen. En dat vond ik ook bijzonder leuk. Vandaar dat ik toch dat telegram even wil voorlezen. Je ziet dat tegenwoordig meer op de televisie. Voor ze beginnen, dan echt een stimulans. En dat is, hoop ik, dit telegram ook. Er staat in, veel succes. Twee tips. Lach naar het publiek. Dat is een goeie. En punt 2, praat niet te lang met de aankondigingen. Afzender Kees. Dank u wel. En dan zal ik nu maar gelijk starten, want ik vind dat ik lang genoeg gesproken heb. En hier achter mij staat een groep, die staat te popelen van ongeduld. Zij willen u iets ten beste brengen. Ze stellen zichzelf aan u voor, maar ze brengen een potpourri. En ik zou zeggen, ontvang ze met een warm applaus. Dank u. Goedenavond, Boemeldonkers, wij zijn blij u te zien. Dit is Els en dat is Lisbeth en daarnaast staat Karin. En dan zijn er nog de heren Girard en Fons doen ook mee. Met Henk Donker aan de piano, wij zijn het ABC. Goedenavond, Boemeldonkers, blij weer terug te zijn. Wij beginnen met de kleine potpourri van luchtige melodietjes over hetgeen de afgelopen jaren in Prinsenbeek is gebeurd. In Prinsenbeek staat een huis, een mooi gemeentehuis. De gemeente heeft toch geld genoeg, zodat men aan het verbouwen sloeg. Verwil, die krijgt zijn zin. Er komt van alles in. 6 loketten voor de burgerlijke stand worden nu per onderdeel bemand. 1 voor dooien, 2 voor trouwen, 1 voor rijbewijs en 1 als je vrouw je met een kind verblijft. Nummer 6 dat overblijft is als ze een tweeling krijgt. Elke klerk zijn eigen bed met douche en een toilet. En voor een uiterst zeldzaam vak heeft men in Finland iets gekocht. Een sauna zwoel en heet, zorgt voor ambtenaren zweet. Ik was laatst op de tennisbaan, hoezee. Ik wou daar ook een balkje slaan, hoezee. Ik dacht, wat is daar aan de hand? Ben ik soms in het buitenland? Verstond daar helemaal niks. Ze praten Engels en geen niks. Wat speulen ze daar tegen elkaar, hoezee. Dan roepen ze ready, daar zit sta ik klaar, hoezee. En juice betekent we staan gelijk. En sorry wil zeggen geen gezeik. En slaan de bal ineens, dan noemen ze dat een ace. Wie is er bang van de mosselaar, de mosselaar, de mosselaar? Wie is er bang van de mosselaar? Hij heeft nu al 4 zaken. Het Zobep is bang van de mosselaar, de mosselaar, de mosselaar. Het Zobep is bang van de mosselaar, maar kan hem toch niks maken.
jij het zo hebt. Zorg dat je erbij komt, bij het Zobep moet je zijn. Het Zobep weet wat hier te doen staat. De EDA moet en zal er komen in de Groenstraat. Zorg dat je erbij komt, bij het Zobep. Zorg dat je erbij komt, bij het Zobep. Bij het Zobep, zorg dat je erbij komt. Bij het Zobep moet je zijn. Het Zobep wil ook nog vermijden dat Mosselaar nog op de markt mag uit gaan breiden. Zorg dat je erbij komt. Bij het Zobep. Klein pubertje, wat doe jij nog op straat? Waarom sloop jij de hele boel en het is al zo laat? Ach, mijn lieve meneertje, laat mij nou een keertje. Ik zal braaf naar huis toe gaan en de piltjes laten staan. Dan blowen zeker, hè? Ja, ja. Maar in de tuin bij de pastorie, daar liggen ze vaak tot een uur of drie. Na zijn eerste bezaten, de jongelui gaan daar goede keer tot grote woede van Jan van Meer. Hij kan de slaap niet vatten. De Beekse jeugd is druk aan het werk, voor zingen zijn zij uit de kerk. Een man liep met zijn hond op straat, een reu vloog erop en het was te laat. Een bouwvergunning kwam al ras, omdat de dekking solide was. Hup, zei Birve, mijn beste vent, bouw maar in het beulenend. Uw kavel is misschien wat klein, maar het mijne moet het grootste zijn. Een man helemaal uit Koog aan de Zaan, die kocht een ijsje bij de Zwaan. Gemeentegarantie kwam al ras, omdat hij economisch gebonden was. Hup, zij durven mijn beste vent, bouw maar in het Beulenend. Uw kavel is misschien wat klein, maar het mijne moet het grootste zijn. Staat u ons even toe. Ja, dat is een probleem hier. Bezoekers van het Eikenbos, die blijven altijd open. Er is geen garderobe in het Eikenbos. Het is een feit, kan men geen jas fatsoenlijk kwijt. Van je ras, 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 zeg waar laat ik nou mijn jas? Dat gaat fout, 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 geef hem dan maar aan een scout. Van je erk, 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 dat is nou gemeentewerk. Van je 1, 2 miljoen, dat is veel poen. Boemeldonkers, dit is het einde van ons allereerste lied. Maar gelukkig, het zit erop nu, want wij beven als een riet. En wij gaan nu het toneel af en verkleden ons vlug.
Als de rest zich aan de tijd houdt, zijn wij zo weer terug. Wel nu, we gaan nu vlug over naar het volgende programmapunt. En dat is iets totaal anders. Dat wordt niet gezongen, dat wordt gesproken. Wij noemen ze zelf heel anders dan weer op andere plaatsen. In Limburg, dan zijn het de tonpraters, de buutredeners. Bij ons zijn het de bakkletsters. En wij zijn ook al blij dat wij daar een eigen benaming voor hebben. En vandaar, ik wil u even uw aandacht vragen nu. Hij komt achteruit de zaal. U kent hem wellicht nog wel. Het is Koken van op dorp, de glazenwasser van de Beek. Nog een goeie avond allemaal. Ik zal mijn eigen maar niet voorstellen, hé. Want als ik mijn eigen hier ga voorstellen, dan kan ik mijn eigen voorstellen dat jullie je eigen voor kunt stellen. Dat wat ik voorstel, dat stel niks voor. Nee, jongen, want ik ben maar een gewone glazenwasser, hoor. Want ik kreeg van ons thuis uit, van ons pa, kreeg nog een flinke trap mee. En onze pa die zegt, hij zegt, je moet onderaan de ladder beginnen, zegt hij. Nou jongen, nou werk ik bij een baas. Ik was van de week te laat, hé. Hij zegt tegen mij, hij zegt, koken, zegt hij, je bent flink over tijd. Ik zeg, nou beter ik over tijd dan een vrouw, hé, zeg ik. Nou jongen, maar ons pa en ons ma, jongen, hé, daar heb ik het glazenwasser van. Waar bij onze thuis, jongen, daar was het altijd gedonder in de glazen. Nee, want de juffrouw die zit nog op school tegen mij, koken, waar ziet jij er slopperig uit? Ik zeg, nou, ik kan goed kloppen, juffrouw, zeg ik, want ik heb geen oog dicht gedaan. Het was vannacht weer gedonder in de glazen. Zee, onze pa die heeft heel de nacht ruzie liggen maken met ons moeder. Oh, zeet ze, en van wie ben jij dan in? Zee, ja, daar ging het nou net over. maar wij waren thuis nog een gezin van voor de oorlog, zou ik maar zeggen, hoor. Wij waren met 12. Als wij s'avonds in bad geweest waren, hé. Dan ging ons moeder dan met de schuimspan achteraan om te kijken of er nog niet in het water zat. Maar voor ons moeder, jongen, wie het allemaal veel te veel, hoor. Waar ze zei het zelf tegen onze pa, ze zei het woord er veel te veel. Ze zei, ik denk dat ik maar liedje mugs ga liggen. Liedje mugs. Onze pa zei, als ik wist dat daar niet op kwam, gelijk bij hoe liggen. Maar later heeft onze pa nog zijn eigen laten stimuleren. GELACH
Nee, daar is de moderne naam voor verkeerd op de fiets springen. Nee, maar de dokter die zei toch tegen onze pa, hij zei het is maar een kleine ingreep, zit hij. Wat denkt u? Onze pa heeft 3 maanden niet kunnen fietsen. Hé, hey, maar het grootste ongeluk, jongen, waar is toen al gebeurd? Ik had al 3 zusters. Nou, jongen, die zijn alle 3 nog aan de verkeer ingerakt ook. En dat zondags, jongen, dan kwamen die mannen bij ons thuis aan, hè? Nou, dan ging de bel, jongen, hé, deed ons pa open. Dan zei je in eerste, ik ben Paul Verhagen en ik zou graag uw oudste dochter behagen. Nou, jongen, hé, 10 minuten later, jongen, belde Twitter aan. Ik ben Piet Verlussen en ik zou graag uw tweede dochter kussen. Nou, jongen, maar nog geen 5 minuten later belde de derde aan. Ik ben Gerrit de Beuken. Hij zei, ik ben Gerrit de Beuken en ik zal maar buiten blijven staan. Hé, maar onze pa, jongen, hey, die heeft ons wel mooi allemaal sensueel voorgelicht, toch? Die heeft alles verteld over die rode kool en zo. Waarvan s'avonds ook nog hoorden we nog een gekraak, jongen. Bij ons pa is maar uit de slaapkamer. Want ik zeg nog tegen mijn broer, ik zeg, hoorde dat? Onze pa gaat weer dus een groentewagentje. Hé, hey, nou ben ik zelf ook aan de verkeering geraakt nog, hoor. Met ons Truus. De jongen, die ziet eruit, hé. Het is net de 4e bruid van Anton Heijboer, zou ik maar zeggen. Als je die aardvogelverschrikker in uw tuin zet, hé. Dan komen de merels de kersen van Fleo nog terugbrengen. Hé, hey, maar ik heb 1 fout gemaakt met ons Truus. 1. KK van het verke gegeten voordat op de leering, zou ik maar zeggen. Kijk, ik heb nog moeten trouwen. Waarbaat onze pa, die zit nog tegen mij. Nou, hij zei, hoe kunnen we dat nou doen, jongen, zit hij zo in 1963. Ik zeg, nou, het was een koude kunstje, pa. Nou, jongen, hé, maar met dat trouwen, jongen, zijn we nog op een huwelijksreis geweest ook, hoor. Helemaal naar België. Naar Brussel. Waar de schoonmoeder zit nog tegen ons Truus. En heeft de manneke pis gezien? Oh ja, zei ons Truus, al verzunderd. Hé, hey, jongen, maar als glazen was er, dan kom er nog eens ergens, hé. Waar was ik een paar jaar terug, jongen, was ik aan het werk bij Herman Dirve. Net toen daar de eerste kleine geboren werd. Nee, want de dokter die kwam zo nog naar buiten en de Herman zei, en dokter, zei hij, waar is het geworden? Een zoontje of een dochter? Nou, zei de dokter, van harte proficiat, het is een flinke zoon. Ho, zei de Herman, en lekt je op mij? Ja, zei de dokter, maar dat trekt vanzelf wel weg.
Hey, waar was ik van de week toch aan het rommelappen, jongen? Hey, hier bij Prefect in de schoolstraat. Die romen zijn dan zwart, jongen. Kreeg het er geen eens af. Nou sta ik daar goed wel op een ladder, hé. Kom George Derven langs. Die ging naar Modern Prinsenbeek om er een advertentie in te zetten. Hij was op zoek naar een vrouw. Nee, want ik ben meegewist, want hij had er keurig in laten zetten, hoor, George. Hij had erin laten zetten, jonge boerenman, in bezit van boerderij, meespruiten. Tussen haksken stond hij. Zo kennismaking met een lieve vrouw. Liefd in bezit van tractor. Foto's van tractor. Onder nummer 4711. Want ik dacht nog, ik denk, daar zit je luchtje naar, George. Hé, hey, maar die George, jongen, hey, die kan stoeven, hé. Hey. Die kan zo stoeven, hé, hey, die George. Hij zei tegen mij, koken, zei die. Hij zei, ik heb thuis een kalf. Hij zei, daar voer zijn eigen. Daar mis zijn eigen uit. Dat gaat zondags naar de kerk. Ik zeg, dan moet je niet overdrijven, zorg, zeg ik. Zeg, wij hebben thuis werken. Dan regelt heel thuis houden. Hé, hey, hoe vinden jullie de prins van het jaar? Ja, ik dacht ook wel dat het snorgen zat. Hé, hey, jongen, maar als prins, jongen, hey, dan mag het toch? Je prins van Vlejaar, hé? Hey? Je Jan de Kraan, zou ik maar zeggen, hé? Hey? Die met dat kaal haar. Nee, wat ik zei nog tegen Jan, hey, ik zeg, waarom laat het al geen haar opgroeien, jongen, zeg ik. Zeg, je het plek zat? Nee, maar die was vorig jaar prins, hé. Gaat hij van de zomer naar Spanje? Wat denkt hij? Komt hij op 5 december aan Sinterklaas terug? Hé, hey, was ik van de week aan het glazen wassen, jongen, bij Pietje Bekers? Pietje Bekers? Ten die met je vergulden bol? Die daar zijn wijn bij de buurman binnenmietert. Ja, waar Durham duurde die een braandselijn. Hij kon zijn goede kopste wijn niet vinden. Hey, ik mag hangen als dat die wijn van de winkeliersvereniging niet geweest is, hoor. Maar nou sta ik bij Pietje zo, sta ik die ramen te lappen. Wat denkt ik, kom toch bij Jean Dirkie. Aan de overkant komt Piet Houtenbeen buiten. Met zo'n kapseljongen, ik koop Danny de Munk, zou ik maar zeggen. Hij zei tegen mij, zo kookje zit hij, ik ben maar even naar de kapper geweest. Zeg, gaat zeker niet veel tijd, wanneer mag je het af? Hé, hey, maar ik schooi dan verder bij Pietjes heen, die ramenlappen, jongen. En ik denk, beter waar, ik gooi gelijk de markt op. Sta ik dan net bij Ries Durks voor de ramen, sta ik zo te zien mee. Komt er een mevrouw, jongen, die stapt de winkel binnen. Ze zei tegen Riesjes, meneer, zei ze. Ze kent Riesjes zeker niet.
Ze zeet, meneer zeet, ze zijn daar zoete sinaasappelen. Oh, zijn Rietje, dat zijn zulke zoete sinaasappelen, zeet hij. Die zijn vandaar de kies nog niet uitgemist. Hé, hey, ik krijg een telegram, jongen. Dit is van ons Truus. Veel succes. Ja, ons Truus zelf mag niet meer snoepen. Nee, want ik was van de week nog mee bij die tandarts, hé. Daar, die wermenbol. Dat heet hoofd. Of was het andersom? Hé, hey, ik ken het nog aan dat ze nou in de krant schrijven dat die mannen te veel kabaal maken, hè? Hé, hey, maar ik was bij de tandarts met ons Truus, hè? Hé, hey, toen zei hij weer mijn bolle, hij zei, Truus, zei, die kan nog wel helpen, hè? Hij zei, maar ik zal nou echt moeten verdoven. Oh, zei ons Truus, en ik hoor toch al zo slecht. Ja, want ons Truus die hoort slecht, hoor. Die hoort zelfs het journaal van Gogh gestoord niet, soes. Nee, maar Wander Struus kan toch slagen maken. Van de week, jongen, hij komt Herman Derven bij ons op de koffie. Nou, ons Struus zegt, zal ze gaan bakje zetten, zegt ze. Want gelust zeker wat koffie, hè, wethouder? Ja, zegt hij. Zeg tegen ons Struus, ik zeg, zet dan gelijk voor 4 man koffie. Ons Struus zegt, voor 4 man, we zijn toch maar mee z'n drieën. Ja, maar een ongeluk komt nooit alleen, hè. Hé, maar dan moet ik naar huis, hoor. Ik moet naar huis, want ik ben vandaag op de fiets. Daar komt ons Truus, die heeft een auto geparkeerd. Bovenop de vrachtwagen. Nee, wat met de tennisjongen, dan rokt ze geen bal, hè. Dan ga ik het van 15 love, 60 love, 40 love. Hé, hey, met de noot wie is gelijk van ace? Hé, maar nou zit maar een buurman. Niet die neven mij woont, hoor, maar 3 hypotheken verder. Die zei tegen mij, koken zei die weten wat ik moet doen. Ik moet gewoon uw verdriet verdrinken. En denkt hij nou dat ik ons Truus onder water kan krijgen? Hé, maar nou moet ik gaan. Ik zou zeggen, voor vandaag lekker slapen. En morgen gezond weer op, hè. Thank you.
Wat is het toch fantastisch, hè? Zo'n hele dag bouwen aan die wagens en dan is het soms wel eens koud. Maar je kunt je wel opwarmen natuurlijk als je s'avonds zulke mensen in de tent hebt. Geweldig. Ja, en dan zo'n glazen wasser, die maakt nog eens wat mee, hè? Nou, straks maken we ook wat mee, denk ik, want we hebben hier 7 jonge meisjes achter ons staan. En dat is Boemeldonks trots. Vooral de bak is daar enorm trots op. En ze zijn inmiddels al 3 jaar bij de bak. Dus ze worden ieder jaar ook een klein beetje groter. En dat is steeds meer de moeite om naar te kijken. Het is een variété-nummer wat ze dit keer hebben ingestudeerd. En ze zijn helemaal gegrimeerd als clown. En ik zou zeggen, geniet ervan en ontvang ze met een warm applaus. Boemeldonkers, hier achter mij staat op dit moment natuurlijk een nieuwe groep en die willen u iets presenteren en dat gaat over de kopstukken van de beek. En als ik dan op de eerste rij zit, kijk, dan zie ik daar al een paar kopstukken zitten en die komen allemaal aan de beurt. Dat is zo leuk, hè, met een bak en met carnaval. En die mensen, wie zou daar beter over kunnen praten dan 2 heren die op het gemeentehuis werkzaam zijn. De bak is erin geslaagd om de gemeentebol dus hier te krijgen en een boekje open te doen van wat zij daar allemaal tegenkomen. Ik ben benieuwd. U ook? Ontvang ze met een warm applaus. APPLAUS.
boemeldonkers, 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 zie die kopstukken een zier, zie een zier. Wie draait er aan het wiel? Onze eigen meester verwil. Boemeldonkers, zie die kopstukken, zier, zie een zier. Ja, mijn naam is Haas, ik weet van niks. Is hier wat gebeurd, Tom? Daar weet ik niks van. Van mij niets te vrezen, ik moest hier even wezen. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Den Herman maakt zich dikker, roept dan vaak ik. Boemeldonker, zie die kopstukken eens hier, zie en zier. Maar kik, dun is de molen, tel eens tot 10. En maak je niets kwaads, maar kik, dun is de molen. Eet eens een peer en pak een tomaat. Piet onze plantenboer, die doet als loco stoer. Boemeldonker, ziet die kopstukken een zeer, zie een zeer. Willen we stekkie, een stekkie, een stekkie. Willen we stekkie van de fuchsia. Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie. Heb u een plekkie voor de fuchsia. Het is een makkelijke plant. Hij eet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet de pest op het balkon. Uit de KPJ, die praat zo snel voor twee. Boemeldonker, zie die kopstukken is hier, zie en zier. Pietje, dat kan je niet maken. Pietje, dat kan je niet doen. Die onzin moet je staken. Pietje, 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 hou je fatsoen. De blitse van de kooi, die praat voor mij zo mooi. Boemeldonker, zie die kopstukken een zier, zie een zier. Verrek, zeg kerel, ben jij het? Nog altijd aan de rol. Zit je pa nog op de Bahamas? Speelt je zus nog volleybal? De die die hier staat, een ex-prins in de raad. Boemeldonker, zie die kopstukken is hier, zie en zie. Heidewitska, meneer Kaplan, ik kom me biechten wat ik heb gedaan. De deze die u ziet, wie kent hem eigenlijk niet? Boemeldonker, zie die kopstukken is hier, zie en zie. Kom Kees, het is maar tijdelijk, duurt nog een jaar of wat. Kom Kees, dan ben je het eindelijk zat. Kom Kees, het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Kom Kees, kijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze er gang maar gaan. Waait weer voorbij geleidelijk aan. Op elk oranje feest, daar zie je pas het meest. Boemeldonker, zie die kopstukken is hier, zie en zie. Ik vertel het, ik vertel het, de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn doel. Slot de hekken open, waar ik onder de voet gelopen. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Het is ons een open boek, dat merk is van Oosthoek. Boemeldonker, zie die kopstukken, een zeer, zie een zeer. Zoek het dan even op in je encyclopie. Met hun samen heb je maar één encyclopie. Ga jullie maar naar huis, ga de bom maar opzoeken. Ga maar opzoeken, gauw. Die encyclopie.
Heb je weer iemand die niet weet wat een encyclopie is? Dat is ook mooi. Ik krijg een vicieuze cirkel in een encyclopie op gaan zoeken wat een encyclopie betekent. De VVD geen zorg, ze hebben van Trotsenburg Boemel Donker, zie die kopstukken is hier, zien, zien. Popopo, popopopo, popopo. Popopo, popopopo, popopo. Popopo, popopo, popopo. Popopo, popopo, popopo. Popopo, popopo. Volgende in de rij is er ook nog Imker bij. Boemel Donker ziet die kopstukken een zeer, zie, een zeer. De had dat ooit gedacht, de vrouwen aan de macht, Boemel Donker, zie die kopstukken, is hier, zie je zeer. Vrouwen! Vrouwen! Vrouwen, 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 voorwaarts in de strijd. Weg met de bokken, vooruit met de geit. We moeten het juk van die kerels is kwijt. De broek aangetrokken, nu komt onze tijd. Nu zullen ze naar onze pijpen dansen. We grijpen al die knullen, we grijpen onze kansen. We hebben maar één wens. De mannen in de man zijn de vrouwen veel meer mens. Van praten soms wat bang, maar hij dient de week al lang. Boemel Donker ziet die kopstukken een zeer, zie, een zeer. Wat is spreker is die man, wat is spreker is die man. Dat is een man. Het psychologisch brein moet Lodewijks toch zijn. Boemel Donker, zie die kopstukken, is hier, zie en zie. Wist u dat ik studeerde? Ik studeer al jaren psychologie en daarnaast psychiatrie. Psychologie en psychiatrie, dat komt, ik hou ervan om dingen te studeren die met ps beginnen. Dat staat interessant, dat vind ik, hè? En nu heb ik een psychologisch werkje geschreven. En een psychologisch werkje heb ik geschreven over een thema dat mij altijd al bijzonder heeft geïntrigeerd. Ten deze is het lest, maar voor ons is hij het best. Boemel Donker, zie die kopstukken en zeer, zie en zeer. Zulke goeie hebben wij nog niet gehaald. 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 Zulke goeie En Boemel Donkers, de kopstukken hebben hun beurt gekregen. Het zal nog wel meer gebeuren, want op het volgende programmapunt is wederom een bakkletser. En nou hebben wij altijd hier in Boemel Donk, althans de laatste jaren, het gebruik gehad dat we 4 bakkletsers hadden. En die kwamen alle 4 voor de pauze. En nu dit jaar is dat iets gewijzigd. We hebben 3 bakkletsers en de 4e zit in de zaal. En u kent hem allemaal wel, het is Belst Loïke. En ik zou toch even willen vragen,
want het is zijn eigen keuze geweest. Het is iemand die jaren de toon aangevoerd heeft hier. Hij heet ook Toon. Anton van den Ende, de bouwer van de Prinsenwagen, heeft gekozen om een nieuwe Prinsenwagen te bouwen. En daar steek je enorm veel uren in. En vandaar dat hij dit jaar een keertje verstek laat gaan. Een applausje graag voor Anton. Zoals gezegd, drie bakletsers dan blijven erover, waarvan er twee voor de pauze komen. Eentje heeft u al gehad, de andere staat te trippelen van ongeduld. En dat is, let u vooral op als er kapellen in de zaal zijn, en die zijn er. Want we hebben een nieuwe vaandeldrager, Marinus van Amerongen, de vaandeldrager. Ontvangen met een warm applaus. Wat een gesjouwt, hè? Goedenavond, allemaal. Ja, je ziet het wel, hè? Ik doe het ook weer mee met baklessen. Ja, ik ben 2 jaar achter elkaar en ben ik nou vierdes geworden. Maar ik zeg, dat zal me dit jaar niet gebeuren. Vanavond ben ik als tweede aan de beurt, hè? Ja, wij gooien daar altijd eerlijk om, met z'n drieën, met deze dobbelsteen. En doen we het zo, wie het hoofd gooit, die moet beginnen. En vanavond had koken weer gewonnen. Weet je, vanavond ging het eigenlijk zo, hè? Van, ik moest gooien, wat denk je, een 6. En toen moest Ad gooien, ook een 6. En toen kwam koken en die pakt die dobbelsteen en die gooit hem helemaal tegen het plafond. Hij zegt, ik heb het hoogste gegooid. Maar ja, je zal wel zeggen van, wat moet hij nou met dat vaandelen? Hoe komt hij daar nou weer aan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben het afgelopen jaar ben ik lid geworden van een blaaskapel hier op de Beek. Had ik zo'n grote tuba gekocht. Fanatiek dat ik was, fanatiek. Bij de repetities, hè, ging ik zo in mijn instrument op, dat ik iedere keer als een toeter thuis kwam. Het was eens een keer zo erg, dat ik blijkbaar achterstevoren, ondersteboven mijn bed ben gaan leggen. Want de volgende ochtend maakt mijn vrouw me wakker. Die zegt, joh, wat was er met jou aan de hand? Je legt met je voeten op je kussen. Ik zeg, oh, kom ik even goed weg, man. Ik dacht al dat ik zo'n koppijn had, maar heb ik alleen maar een paar zere voeten. Maar ja, dat ging natuurlijk niet langer zo, dus moest ik weer van die kapel af en heb ik dat vaandel gemaakt. En ben ik voor mij begonnen als vaandeldrager, want ik wou wel wat bereiken in de muziek, hoor. En ik heb die tekst, die heb ik zo gekozen. Ik denk, dan ben ik inzetbaar bij alle kapellen op de Beek. Ja, en ik word ook veel gevraagd, hoor. Pas ben ik nog met een kapel mee geweest. Die moesten spelen in een of andere inrichting. Een soort gekkenhuis was het. En stonden we daar op het podium en ik daar vooral met mijn vaandeltje. Staat er ineens van de eerste rij, staat er een op. Hij zegt, ik ben Napoleon, zegt hij, en dat is mijn vaandel. Ik zeg, hoe kom je erbij? Ik zeg, dat is mijn vaandel, ik heb het zelf gemaakt. Hij gaat weer zitten, even later staat hij weer op. Hij zegt,
En ik ben Napoleon en het is mijn vaandel. Ik zeg, ja, nou mooi ophouden. Ik zeg, het is mijn vaandel. Ik zeg, en hoe kom jij er trouwens bij dat je Napoleon bent? Hij zegt, dat heb God mij gezegd. Staat er achter in de zaal een op, die zegt, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar het is niet zomaar een gewoon vaandeltje, hoor. Nee, want ik weet niet of je dat weet, maar vroeger liep bij de drumband, liep Woutje Balemans altijd voorop, hè. En dan heb ik eens een keer gezien dat de Wout, die liep allemaal maar dapper rechtdoor en de drumband sloeg rechtsaf. Nou, daar moest ik ook heel hard om lachen toen. Ik denk, dat zal mij niet gebeuren, dus nou heb ik er een paar richtingaanwijzers aan gemaakt. Dat zal ik even laten zien. Groen voor rechts en rood voor links. Om het simpel te houden. En dan zal ik je gelijk maar uitleggen waarom of ik die strijkplank bij me heb. Kijk, dat komt zo. Ik heb nogal een geëmancipeerd vrouwtje. En die zegt tegen me, al dat gedoe met dat vaandel, dat moet je zelf maar weten, maar als je het zelf maar strijkt ook. Nou, daar was ik in het begin helemaal niet mee eens, hoor. Want ik ben zelf, ben ik nogal conservatief. Dat komt natuurlijk door mijn opleiding aan het conservatorium. Maar mevrouw zegt, daar hoef jij je helemaal niks te hoofd voor te voelen, hoor, voor het strijken van zo'n vaandeltje. Want dat doet de koningin, die doet dat ook. Ik zeg, de koningin, hoe kom je daarbij? Ze zegt, nou, ik heb van de week nog op de radio gehoord. Toen werden er 3 marineschepen werden er uit de vaart genomen. En toen zei ze erbij, Beatrix het de vaandels verstreken. En als ik dan zo met mijn mooi gestreken vaandeltje door de beek loop, dan willen ze mij nog alles te weg vragen. En van de week komt er een op me af. Hij zegt, meneer, hij zegt, weet u hier soms een slijterij? Ik zeg, natuurlijk wel. Ik zeg, dan moet je in de Kapelstraat wijzen, bij de Vergulde Bol. Hij zegt, ja, bij de welke, want de hele straat staat er vol mee. Ja, die winkeliers in de Kapelstraat, die dachten in het begin dat gaslantaarns waren. En hadden ze tegen Joske Robus gezegd van, probeer jij eens een gasbel aan te boren. En dat was gelijk raak ook. Maar enfin, ik raak even aan de praat met die persoon die mij de weg gevraagd had. En die zegt, joh, hij zegt, maar je moet niet denken dat ik voor de gezelligheid een fles drank in huis halen. Hij zegt helemaal niet. Hij zegt, ik drink gewoon om alle ellende te vergeten. Ik zeg zo. Ik zeg, en zonder drank dan onthoud je alles. Hij zegt ja. Ik zeg, kijk, daarom noemen ze iemand die nooit drinkt natuurlijk een geheel onthouder. Maar ja, is wel een leuk baantje hoor, vaandeldrager. Maar ik ben stokdoof geworden van al die pestherrie achter me iedere keer. Want dan spelen ze van, hoor je het ruisen der golven? Nou, dat hoor ik al lang niet meer. Ja, dat is nog gevaarlijk ook hoor, zal ik je vertellen. Maar in de vakantie ben ik er bijna door verzopen. Want ik had nog geen golf horen ruisen. En ik was al 2 keer kopje onder. Ja, en nou van het ruisen de golf, hè. Je hebt het wel gehoord van de voorzitter. Dat werd niet meer gespeeld vanavond, hè. Maar ze hebben er nou een plaatje van gemaakt, de Hofkapel. Het is een hele mooie plaat geworden. En ik heb het eerste exemplaar gekregen. Ik heb het meegenomen, zal ik jullie even laten zien. Golfplaatje. Maar ja, ik heb het thuis nog niet kunnen draaien, maar ze zijn vergeten om een gaatje in het midden erin te maken.
Maar dan hebben ze mij een adresje gegeven van iemand die dat wel even wil doen voor me. Ene tandarts K. Ja, vroeger, nou ben ik dood, maar vroeger was ik nog hartstikke kippenhoek hoor. Daar heb ik dat brilletje doorgekregen. En toen ik daarmee thuis kwam, ik weet nog goed, toen zegt mijn vrouw tegen me, ze zegt, nou, met zo'n ding op je neus ben jij er ook niet knapper op geworden. Ik zeg, nou, dat kan jij wel zeggen, maar nou ik zo'n ding op mijn neus heb, vind ik dat jij er ook niet knapper op geworden bent. Maar... Hij heeft hem door. Gisteren heb ik hem ook al verteld. Maar ik moet zeggen, nou ik zo doof ben, joh. Nou kan ik wel weer een stuk beter zien, hoor. Ja, de dokter zegt als niks bijzonders, joh, want dat is altijd zo. Hij zegt, dat regelt de natuur. Mensen die wel slecht kunnen horen, die kunnen meestal weer beter zien. En mensen die niet zo goed kunnen zien, die hebben weer hele goede oren. Ik zeg, ja, dat klopt wel, zeg ik tegen hem. Ik zeg, dat klopt wel, maar ik ken iemand, zeg ik, die zijn ene been is te kort. En mooi dat zijn andere stuk langer is. Ja, en toen ik doof werd, toen ben ik lid geworden van de NVSH. Dat betekent Nederlandse Vereniging van Slechthorenden. Tenminste, dat dacht ik. En nou geven ze bij die club geven ze zo'n catalogus uit, hè, van hulpmiddelen. En ik liep er al wel langer over te prakkezeren om maar eens een hoorapparaatje aan te schaften. Dus nu heb ik dat boekje in huis gehaald. Maar... Zitten mensen die hebben het ook in huis geloken. Nou, ik heb er van de week eens in gekeken, maar... Ik moet je toch zeggen dat ik altijd dacht dat zo'n hoorapparaat er anders uitzag, hoor. Weet je wat ik ook ieder jaar doe? Dan loop ik mee met de avondvierdaagse. Ja, dat vind ik zo leuk, hè? Vooral die laatste avond, die vrijdag, hè? Dan word je allemaal met bloemen ingehaald op de markt. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar dan heb ik alleen gehoord dat volgend jaar misschien niet meer door kan gaan. Want ze willen op de markt een inhaalverbod instellen. En nou, afgelopen jaar, toen kregen we allemaal op die vrijdag kregen we zo'n Blueband-petje op. Ja, nou eten wij thuis nooit geen Blue Band, want we kennen die strikjes op dat pakje nooit loskrijgen. Maar het waren wel fijne petjes, hoor. Ja, toch, het viel me op, hoor. Want bijna iedereen kreeg zo'n petje, maar een paar bekende bekenaren die kregen geen petje. Die hadden al boter op de hoofd. Ja, weet je wie er ook mee liep? Van Hooijdonk, van de Rabobank. En dan weet ik niet of je dan wel eens is opgevallen, maar die man die loopt altijd een beetje voorzichtig, hè? Als je die zomer ziet lopen, zou je denken dat het spiegelglad was. En dan dacht ik altijd dat dat kwam, omdat hij keek of er niemand op dubbeltje verloren was wat ze net geleend hadden van hem. Maar dat is het niet, hoor. Ik weet nou hoe het komt. Hij heeft een hoge rentevoet. Ja, en nou heb de Hofkapel. Onze geweldige Hofkapel, die heeft mij pas gevraagd. Dat is een hele eer, hoor. Maar die heeft mij gevraagd of ik mee wil gaan met mijn vaandeltje om de paus in te halen als die naar Nederland komt. Maar ik moest wel de tekst veranderen van ze, want ze zei, ja, met zo'n tekst kan je geen pauze inhalen, hè? Want die man die drinkt natuurlijk bijna nooit wat. Ik zei, nou, dat kan wel wezen, maar hij is toch één keer aangeschoten geweest.
En ik zeg maar, wanneer komt hij dan? Ik zeg, want we moeten natuurlijk wel oppassen dat het niet weer zo vriest als de afgelopen week. Want anders zit hij gelijk met zijn onderlip aan het vliegveld vast. Maar ze hadden gehoord dat hij het liefste kwam op de dag dat de zomertijd ingaat. Ja, want hij zet nogal graag de klok een stukje terug. Maar weet je wat dat kost? Dat kost 10 miljoen hoor, om die man hier naartoe te krijgen. 10 miljoen. Ja, wat denk je? Die krijgt natuurlijk het lekkerste te eten en het allerlekkerste te drinken. En in de duurste hotel slaapt hij. En dan heb ik gehoord, als hij dan s'avonds op zijn hotelkamer komt, hè, het eerste wat hij zegt is van, zo, nou die meid eraf. Even kijken hoor, telegram. Oh, dat is een belangrijk telegram. Dat is van het bakbestuur. Dat is bestemd voor de carnavalsclubs die een wagen bouwen. Of ze dit jaar alle carnavalswagens een fluorbehandeling willen geven. Dat is tegen de gaatjes in de optocht. Zeg maar, ik moet er nou echt van door hoor, want zo meteen begint de pauze en dan moet ik nog even wat consumptiebonnen halen, want begin vanavond kreeg ik die niet mee. Wel, ik bestelde 20 daar en dat kost 32 gulden, dus ik geef die juffrouw geef ik een briefje van 32. Ze zegt dat kan ik niet aannemen hoor, ze zegt dat is vals geld. Ik zeg, hoezo? Ze zegt, nou, een briefje van 32 heb ik nog nooit gezien. Ik zeg, nou, hoe kun je nou weten dat het vals is? Mensen, bedankt en tot de volgende keer. Dames en heren, bij dit lied, sorry, Boemeldonkers, bij dit lied noemen wij geen namen. U mag het uiteraard wel. Ik wil even zeggen, de vorige zaal haalde een vrij hoge score. Wij schatten u, ondanks het feit dat er wat oekels aanwezig zijn, redelijk goed in. Wie ligt voortdurend overhoop met de gemeenteraad?
Wie hoort vaak in de politiek? Nou gaat het toch te ver, man. Moet vaak zijn huiswerk overdoen. Ja, dat is toch de... Nee, nee, nee. Nee, we noemen geen namen. Nee, nee, nee. Namen noemen we niet. Wie zit in de gemeenteraad en noemt zich socialist? Zit namens de PvdA, als u dat nog niet wist. Wie heeft er ook gezien, bepaaldelijk geen rode kei? Wie is er eigenlijk liberaal? Is dat toch niet Hans Loos? Nee, nee, nee. Nee, we noemen geen namen. Nee, nee, nee. Namen noemen we niet. Wie heeft er hier een stille knip en eigenlijk weer niet? Wie haalt de handen van de tap als hij politie ziet? Wie liet vernield twee keer voor niks naar Schravenhagen reizen? Zijn schoonvader is Kees van Dijk, ja dat is Piet, maar... Nee, 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 we noemen geen namen. Gezeten heeft, die kent toch het publiek. Een stap terug is moeilijk, dus lokt de politiek. Wie heeft er onlangs aan de bak zijn raadzetel te danken? De nieuwe ster van Prinsenbeek, je raadt het al, Kees. Nee, 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 we noemen geen namen. Nee, 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 namen noemen we niet. Wie was er onze eerste prins, maar bleef dat wel wat lang? Genoot met volle teugen van deze hoge rang. Denkt vaak met weemoed aan die tijd en grijpt dan naar een snuit. Doe de Heintje Davids van de Beek, u ja, kent hem wel eens. Nee hoor. Nee, nee, nee. Nee, hoor. Nee, nee, we noemen geen namen. Nee, nee, nee. Nee. Namen noemen we niet. Wie praat er altijd 100 uit? Wie kent de nieuwtjes zo? Wie heeft er hier in Prinsenbeek een eigen persbureau? Wie tettert er de hele dag, staat altijd met haar snavelblad? Wie brengt er hier het weekjournaal? Is dat niet Paula K? Nee, nee, nee. Nee, we noemen geen namen. Nee, nee, nee. Namen noemen wij niet. De eerste avond hadden we een verrassing voor die meneer daar. Nu is het natuurlijk geen verrassing, maar ja. Hè? Wie was er majoor Domus en kroonprins bij de bak? Wie schrijft er onze teksten met het grootst gemak? Wie deed er vorig jaar niet mee en vond dat wel wat rot? Ja, de meest begeerde vrijgezel, ja dat is toch vol. Nee, 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 we noemen geen namen. Nee, 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 namen noemen we niet. Nee, 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 we noemen geen namen. Nee, 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 namen noemen we niet. En u heeft het gehoord, de meest begeerde vrijgezel, en dat is een discussiepunt, is het nou Fons Lotstra of is het onze spruitenkoning? Ik denk dat hij toch aan een vrouw wil, want hij noemt nu achter de gordijnen zijn eigen naam. En wij hebben dat geregeld binnen de bak, zoals we altijd gewend zijn om het een en het ander te regelen. En het Giro-nummer van de BAK staat open, onze penningmeester die volgt het allemaal. En degene die het hoogste biedt, die mag hem hebben. Maar hij moet wel in het ABC blijven, hebben we afgesproken. Wel nu, Boemeldonkers. We hebben al van alles en nog wat gehad.
maar we zijn er nog niet. Het laatste nummer althans, voor de pauze, is ook een beetje variété-nummer, zou je kunnen zeggen. We hebben een dansje gehad van de dansmarietjes, maar we hebben ook dames die zijn iets ouder. Geen 20, geen 30, ook geen 40. Ze zijn eigenlijk al boven de 60. En dan zeg ik, eigenlijk zou ik een diepe buiging moeten maken, want dat biedt alleen maar respect. Die mensen, die hebben geleefd en wat beleefd, en daar hebben wij allemaal veel aan te danken. Wel nu, die dames, die zijn onlangs naar Parijs geweest. En dat is de moeite waard. En ze zijn nog zo vitaal, ze hebben daar leren dansen, en nog wel de ken-ken. En ik hoop dat u daar veel genoegen aan beleeft. Een applaus voor de dames van de Raad van Elf. Marie en Mien en nog en die en Chantal.
soms een glaasje bier. Doet toch mee met ons, meneer, dan wordt u alleen ik als een veer. Van dit Boemeldonkse feest houden wij hier om het meest. Zo, Boemeldonkers, het Boemeldonksfeest, daar houden wij van het meest. Wij mogen bij u de pauze aankondigen. Alvorens wij dat doen, weet u dat Boemeldonks carnaval toch wel een groot punt is, dat is onze optocht. Wij proberen daarom ook die steun te geven aan onze carnavalsclub om die creativiteit, die vrije tijdsbesteding goed te doen. En daarom vragen wij u om dat allemaal op niveau te houden. Het feest, de optocht, de avonden. En dat kost een paar centen. Wij hebben daarom onze dansmarietjes bereid gevonden met toestemming van hun lieve ouders dat zij bij u langskomen voor een loodje van een kwartje. En onze hof, pardon, van twee kwartjes, inderdaad, voorzitter, was steeds goedkoper, want het is economische recessie, maar we houden het op twee kwartjes, hè, meneer Pierre, dank u wel. Onze hoflievrijers zijn bij de Prinsenbeekse winkeliers wist te winkelen en ze hebben voor u een stukje prijzen aan kwaliteit tegen goedkoop, redelijk, want zij zorgen voor prima waar. Daar komt die, onze hoflievrijers met de winkelwagen. U ziet het, wij zijn mobiel geworden met onze prijzen. De derde prijs is van onze voortreffelijke hofbakker, een geweldige taart. Hij gaat al 6 avonden mee, dus hij smaakt geweldig. U krijgt wel een bon, hoor. Een bonnen kunnen we. Dan hebben wij voor u een Château de Boemeldonk. U weet het, een glaasje rode en witte wijn. En na die optocht, na die avonden, maakt u de open haard aan. En dan zo'n glaasje wijn. En dat treft bij u de herinneringen van deze avond. En tot slot hebben wij voor u, althans onze hoflievrijers, bij alle supermarkten in Prinsenbeek en kleine en grote winkels een prachtig levensmiddelenpakket. Er zit van alles in en kent het niet op, krijgen de nodige maar een avondje de bak uit. Wij wensen u een heerlijke pauze. Het bedienend personeel van Eikenbos staat voor u klaar. En wij zeggen proziet voor u op deze avond. Dank u wel, een gezellige pauze.